Ali B, how you doing, man? Ja, goed. Lekker. Dankbaar. Dankbaar voor alles. Ja. Dat is... Je vierde theatervoorstelling al. Ja. Dat gaat wel snel, hè? Ali bekend. Wat is het verschil tussen deze voorstelling en die andere? Ja, de timing is beter. De grappen zijn beter. Decor, alles is gewoon beter. Als je een voorstelling aan het maken bent, dan heb je een hoop ideeën. Welke is gesneuveld? Wat gesneuveld is, is dat ik bijna failliet was gegaan. Op het moment dat Lange Frans failliet ging. Toen wist iedereen, oké, Lange Frans failliet. De baas bezig, moet de studio verkopen. Lange Franse vrouw, die werd gepakt met een pistool. Iedereen was alles Lange Frans. En ik ging op dat moment sneaky op de achtergrond, ook bijna failliet. Dat was best heftig, want iedereen dacht dat ik super rijk was. Maar hoe kan dat? Want we zagen je overal optreden. Je was zichtbaar, je had shows. Ja, ik had gewoon een heel groot pand gekocht. 1,2 miljoen euro. En dat was voor de crisis. Ja. Na de crisis was het pand niet meer waard. Ja. Snap je? Ik had ook nog eens een hele artiestenstal. En een heel bedrijf. Ik had 12 man personeel die wel allemaal doorbetaald moesten worden. Dus ja, gewoon alles bij elkaar. Weet je wel. Hoe heb je dat recht getrokken uiteindelijk? Ik heb toen als eerste reclame gemaakt voor koffie, terwijl ik geen koffie dronk. Koffie? Ja, lekker man. En je hebt ook een mooie prijs gewonnen, Nederlands Hoop. Is dat een bevestiging voor jezelf dat je goed bezig bent? Ja, het is wel een zware aanmoediging, man. Het is wel echt, die prijs is wel belachelijk, namelijk. Nederlands Hoop. Van een rapper, ineens cabaretier. Ik bedoel, als je die prijs hebt gekregen, ben je officieel cabaretier. Dan kan ik er gewoon niet meer onderuit. Ja. Maar het lijkt alsof je je muziekcarrière hebt ingeruild voor je cabaretcarrière. Klopt dat? Ik ben bezig met 2 albums, man. Ja, maar de vorige keer dat ik je sprak, was je ook bezig met een album met live muzikanten. Ja. Wat is met dat album gebeurd? Dat is 1 album, dus ik ben 2 maker. Ja, true, maar waarom moeten we zo lang wachten? Want, ja, dat is, ik ben eigen platenbaas en ik neem geen genoegen met gewoon iets wat niet... Als het na 3 maanden niet meer of na 4 maanden niet meer is, net zo vers is als die ene dag. Dus laat ik zeggen, ik had 12 tracks en er zijn nog 3 van over die echt nog steeds goed zijn. Man, oh man, oh man, wat is hier aan de hand? Hoor ik het nog goed, zijn jullie niet meer cool met het leven hier in Nederland? Wanneer ga je iets met je Arabische vibes doen? Denk je daaraan? Of? Heb jij tijd? Als jij tijd hebt, luister, ik ga je vertellen. Ik doe The Voice of Holland. Ik heb een eigen productiemaatschappij met Jim Mahali. Ik maak 3 eigen producties waar ik in zit. Gewoon nog 3 tv. Dat zijn 4 programma's in het jaar, toch? Dan heb ik nog 2 albums. En dan speel ik 5 dagen in de week. En in 1 jaar ongeveer bijna 154 voorstellingen. Tussendoor doe ik nog wat boekingen. Ja, ik weet niet, man. Waar is de tijd, man? Wanneer is het nou niet leuk om Ali B te zijn? Niet leuk is een keus, man. G, weet je wel? Ik bedoel, weet je, Wilders. Die maakt een opmerking. Dat is in principe niet leuk. Maar ik verander mijn perspectief. Ik zeg, hoe kan ik het nou leuk maken? Ik ga gewoon pesten. Willen jullie hier in Valkenswaard en in de rest van Nederland meer of minder Wilders? Minder! Hoe wil je herinnerd worden? Als een dankbaar iemand die niet af en toe een beetje brutaal is, maar wel zijn hart op de juiste plek heeft. Hoe zeg je dat? Ja, precies. Ik wil wel een goed mens zijn. Ik wil wel dat mensen denken van, nou, hij is in principe goed met iedereen. Je bent een business opgestart ook met Najib Mahali. Waarom wilde je met hem, zeg maar, in zee gaan? Najib en ik praten al zo lang, jongen. Al 10 jaar. Serieus. We moeten echt samen doen. We moeten samen doen. Zeker. Ik ben volgende week. Ja, wat kwam er maar niet van. Toen ik op een gegeven moment tv ging maken en hij ook. En toen zei ze, wat een warm mat laten we tv maken met anderen. Ik kan het zelf doen als hij niet. Ik zei, ja, man. Kom, we gaan het doen. Ik heb nu 3 programma's voor mezelf. We zijn met Najib's programma bezig. Nog een programma van mij en Najib samen. En tegelijkertijd doen we ook nog met anderen voor Negatief. Het gaat er een hoop gebeuren, man. Wanneer heb je misbruik gemaakt van je bekendheid? Elke dag, man. Serieus. Ik bel nooit met hallo met Ali Bouali. Als ik iets voor elkaar zeg, hey, met Ali B. Je weet wel, de rapper. Ja. Zeg ik tegen iedereen. Zeg ze, is het een grapje? Ik zeg, nee hoor, moet ik een stukje voor je rappen? Dan rap ik een stukje en daarna krijg ik alles voor elkaar. Die lijp een mokro flavor.